ik deze week volg. Geef alvast een duimpje omhoog en abonneer ons kanaal. Dus veel plezier om te kijken. De dametjes hebben in de les gereden en vandaag mocht Donna op Petit. Hoe leuk is dat dan? Ik dacht nog, wat is er gebeurd met La Diva? Ze is groter en lichter. Oh nee, het is Petit. En vervolgens Tess op Bella. En dan hebben ze samen proefjes geoefend. Ging goed. Hun gingen heel snel. En dan kwamen de meneerse ponies daarna. Dat is wel een grappig gezicht. En nu zijn ze aan het uitstappen over het erf. Gaat het goed? Ja. Vind je het leuk? Ja. Ik wil je even laten zien. Donna zit nu op Petit. En zo ver komen de voeten onder het zadel vandaan. Niet dus. Nou, bij Tess is het wel iets beter. Vind je het goed, Tess? Ja. Ja, mooi. Zo, Tess is klaar met Bella. En dan mag ik. Vrouwtje. Heerlijk weer is het. Kijk dan, er is niemand. Hoe lekker is dat? Ik had het een luxe als je de bak helemaal voor jou alleen hebt. Het zonnetje schijnt. Lekker buiten. Oh, nou, die kant op. Dus ja. Ah, ik zie niet zo heel veel. Maar ik vind het leuk. Vandaag is de wedstrijddag. Tess zit nog even op La Diva. Want Bella, dat is nog net even te veel van het goede. Dus even oefenen. Losrijden, maar heel kort. Dat ze samen met een ander meisje La Diva deelt vandaag. Dus je zit in de verkeerde galop, Tess. Ja, dat snap ik. Dus eventjes... Nog steeds verkeerde galop. Ze mag zo. Ik moet voorlezen, dus ik kan niet filmen. C, rechterhand. D, rood volgen. D, rood We zijn op buitenrit. Ik kan je vertellen, dit is de meest uitdagende buitenrit ever. Helemaal niet? Nogal. Ja. Ik denk dat ze elke 3 meter besloot dat ze opgevreten werd door, weet ik niet, monsters. En ik denk dat ik er 3 keer af geweest ben. Jij bent er ook nog een keer af geweest. Maar goed, we hebben het goed gemaakt met een flink galopje. En aangezien ik geen GoPro bij me heb, kon ik dat niet filmen. Want ik ben daar niet zo handig in. En ik wil graag mijn telefoon heel houden. We zijn nu op de terugweg, dus nu vindt ze het wel goed. Ik heb zelfs, kijk, ik heb niet eens een zweep, maar ik heb nu wel een takje. Het takje heb ik niet hoeven gebruiken, want zodra een takje in beeld komt, dan is het psychisch volgens mij al gedaan en loopt ze gewoon. We zijn net lekker door het water geweest, dat ging ook goed. Dus nu alleen nog maar naar huis. Met een beetje mazzel mag ik erop blijven zitten. Dat zou ik wel waarderen, Verona. Dat zou ik heel waarderen. Maar goed, het is wel heerlijk weer en fijn dat we buiten zijn. Dus we gaan nu terug naar de manege. Daar is Tess voor de prijsuitreiking, want die moest als eerste in de F3. En er waren er 16, 17, dus ik had 2 uur de tijd. Dus ik denk, ik ga lekker naar buiten met mijn vriend. Eind van de dag. Ja, van mij wel. Het is gewoon suiker. Niet of ze dat wil. Bella wil wel een ijsje. Is dat een lekker ijsje, Bella? Ik geloof dat Sier denkt, ik wil ook wel een ijsje. Lekker zo'n ijsje. Dat is lekker, Bel. Hè? Ze moet even kriebelen. Er zitten beestjes. Is het lekker? Een heerlijk ijsje. Hoe ging je proefje? Goed. Ja? Op wie zat je? La Diva.
Ja. En heb je nog iets gewonnen? Nee. Je had een winstpuntje vandaag, hè? Ja. En volgens mij 224 punten. Ja. Het is een beetje koud, hè? En volgens mij heb je ook je diploma gekregen. Ja. En mag je nu naar de... Dan gaan we wel starten. Ja, maar dat mag pas in december. Dan is er pas weer F4 en dan mag het dus meedoen. Ja. Nou, lekker in de paddock. Ik moet altijd zo lachen om Boogie. Hallo schat. Het gras is altijd groener aan de andere kant van het hek. Hij kan ook appeltjes bij de buren pikken. Eigenlijk wel een slim paard. Lekker eten. Ja. Dit is een vriendinnetje Amara. Amara is van Erna. En Erna is onze fotograaf. Dus al die prachtige foto's die jullie elke keer voorbij zien komen. Die komen van Erna. Dat doet ze heel erg leuk. Nou, Amara laat ook nog even zien dat ze heel leuk kan zijn. Hey Amartje, ben je daar? Een lekker kopje heb je toch, hè? Ja. Dezelfde gekke oortjes als Bel. Beetje een soort puntig puntje. Tess! Meestal wel! Tessa! Tess gaat op schoolkamp. Het zit daarboven, ik denk niet dat je het kan zien, maar wat wel leuk is, is dat de hele school uit gaat zwaaien voor de werkweek, schoolkamp, kamp, hoe je het noemen wil. Het is dus op kamp, werkweek geeft een naampje met school 3 dagen. Dus zoals je ziet Tess, ik doe echt mijn best, ze mag eerst even grazen en straks los. En dan gaat Kim straks met haar aan de gang. Dus we zorgen heus goed voor haar. Oké, het is vandaag, even denken, dinsdagavond. Groot nieuws, ik ben geslaagd voor E8B. 4 keer overgedaan. Ik ga daar nog een video over maken, maar daar ben ik nu eigenlijk niet mee bezig. Het horse event komt er natuurlijk aan. Aanstaande vrijdag al. Ik heb gezien dat het niet zo goed weer wordt, maar goed. En nou, echt, ja, wat zou ik zeggen? Ik had er met mijn pet nog steeds niet bij. Daar, om het liedje te kunnen draaien, moet je een... CD hebben. Serieus, een CD. Ik kan je vertellen, in een huis vol techneuten is er geen CD-branders. Laat staan CD-spelers. Dat gaat gewoon via USB, Spotify, Google Play. Geef het een naampje. In ieder geval niet via een CD. Goed, de hele garage is uitgekampt. Daar hebben ze nog een spindel, een oude spindel gevonden met lege CD's. En in de auto zit toevallig een cd-speler. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga de cd, ik ga deze omdraaien, kan je het zien? Wacht even. Kijk, onze auto is ouderwets genoeg om nog een cd-speler te hebben. Dan moet ik wel deze harder doen. Ik kreeg een melding dat ik naar mijn bed moest. Oké, er moet nu geluid komen. Ja. De cd doet het, kunnen we zeggen. Zullen we wat zachter zetten? Oké, die doet het. Zouden we nog eentje hebben? Oké. Maar hoe komt die er nou uit? Dat is dus de volgende vraag, hè. Hoe krijg je een cd uit een cd-speler? Ik weet het niet. Serieus, jongens. Dit is echt allemaal zo. 1980. We leven toch in 2017 of? Nou ja, even kijken. Radio. Of gaat. Oh, CD. Oké, dat was het dus ook niet.
Maar de vraag is, hoe krijg je hem er dan uit? Ik geloof dat ik een knopje gevonden heb. Kijk hier. Tadaa! Goed, dan gaan we die andere nog even checken. Nu komt de radio. Zo. Maar natuurlijk, als je zoiets doet, moet je wel alles dubbel hebben. Voor het geval dat iets misgaat. Zeker met een cd, er kan een kras op komen of zo. Dus vooruit maar. Cd. Ja. En die doet het ook. Nou, mag ik er dan vanuit gaan dat het bij het Horse Event ook zal werken? Ik hoop wel dat jullie allemaal in de regen komen dansen, jongens. En onweer en andere ellende die ik zag op het weerbericht. Nou ja, misschien valt het nog mee. Het waait. Dus dan moeten we natuurlijk wel even rondrennen, geloof ik. Hi Dixie, ga je ook wat doen? Snurken. Raar alweer. En daar is de bus. Komt ons testatje terug van kamp. Ik ben benieuwd hoe moe ze is. En ze is er weer. Gelukkig maar. He? Heb je er gemist? Ja. Ja. Heb je er ook gemist, Belly? Ja. He? Oh, lelijk, je busje ook schoon. Henja is het niet mee eens. Henja heeft je ook gemist, denk ik. Kijk maar, het is wel een snoepie. Geef maar een snoepje. Ik hoef geen knuffel, geef maar gewoon een snoepje. Er wordt niet gebeten, dat mag niet. Inmiddels is het dinsdag en het heeft heel hard geregend. Dat hebben jullie kunnen zien in de video van het Horse Event. En dus zijn de meisjes even binnen. Oké. Okay. En redelijk psych, zullen we maar zeggen. Wat is dit, dames? Nou, inderdaad hoor. Iemand heeft zijn poep helaas niet opgeruimd. Dat is dan wel weer jammer. Vrouw heeft gelijk stof in haar neus. Hi, ja. Ja, je bent braaf hoor. Maar even spelen, dametjes. Nou, nog meer stof. Oh, ik kom weer net terug. Hallo, wat heb je in je neus dan? Nou, klaar? Hé? Zo, Bel die staat even buiten. Het is wel nat. Zal ze wel wegtrekken hoor. Maar ja, soms is te veel regen, te veel regen. En Fitch staat ook lekker buiten. Dus kunnen ze even kijken wat ze ervan vinden zo. De voetjes eventjes in het water. Het is ook wel lekker voor de hoeven als ze niet altijd helemaal droog zijn. Mag alleen natuurlijk niet te lang. Dat is ook weer niet goed. Wat ben je aan het doen, Bel? Wat ben je aan het doen, Pam? Daar ben je. Je hebt gelijk een woest kapsel. Doe nog een keer. Gaan we nog een rondje. Aan het rijden met de nieuwe pony op stal Spirit. En Naomi zit erop, dus die is de gelukkige eigenaresse van deze heerlijke pony. Ze zijn nu vooral veel aan het kletsen. Volgens mij lopen ze zo al een kwartier of zo. En,
Ziet er toch leuk uit zo. Heerlijk, nog een ponymeisje op stal. Ik heb Tess geleerd dat als ze geïrriteerd raakt, dat je dat niet op een pony doet. Dan ga je ervan af. Als iets niet lukt, ligt het aan jou, nooit aan de pony. Dus Tess had bedacht van, nou ja, als het dan niet op mijn pony lukt te draven, dan ga ik er gewoon naast rennen. Sowieso hebben ze nu in ieder geval weer plezier. Is Tess niet meer geïrriteerd? Dan kan ze waarschijnlijk zo wel weer op haar pony stappen. Dus tip van de dag. Als iets niet lukt. Ja, naar mijn eesjesles kan dat natuurlijk niet. Hè? Maar de oplossing zit altijd in jezelf. Het zit dus helemaal nooit in je pony. Dus als jij je niet kan ontspannen, moet je een manier vinden om wel te ontspannen. Oh, en vandaag is het woensdag. Woensdag tipdag. We komen terug van een verjaardag. En kijk toch. Wat we tegenkomen midden op de weg. Nou, doen we even rustig aan hoor. Kijk, het weiland is dicht, dus nu gaan ze in de paddock. De achterste is droog, ik heb Vroon erin gezet. En Hinneke, Hinneke. Precies. Ze gaan Henja maar halen. Net ging Henja ook terug, Hinneke, maar nu hoor ik er even niet. Wat een regen valt er toch de afgelopen tijd, bizar. Heel vroeger, toen ik nog in Noordwijk woonde, toen hebben we dit soort hozenbuien ook wel gehad. Maar het is toch weer iets van de afgelopen jaar, denk ik of zo. Het is echt helemaal verregend worden. Nou, de dametjes die staan even lekker buiten. Bel die kan even in het water spelen. Ik weet niet of ze het echt leuk vindt, maar de spuitplaats vindt ze ook een soort spannend. Dus we gaan maar eventjes een beetje oefenen met water. Ja, het lukt nu wel, denk ik zomaar. Tess is over één balkje aan het draven. Als je me dan vraagt waarom, ik weet het niet. Eén, zegt ze. Nou ja, dan doen we één. Het is vandaag vrijdag. Dus zometeen ga ik de weekvlog nog even in elkaar knutselen. Dan komt ze weer. Voor het ene balkje. Eén balkje. Nou, ik denk dat het gelukt is. Eén balkje. Goed, dan gaan we nu over vier. Bella zegt nee, ik ga niet over vier. Bella zegt je zoek het maar uit. Nou, toch wel. Wat was dit? Is er maar één de baas, hè? Dat ben jij. Ja, je mag er ook gewoon eerst even heen stappen. Ze heeft het even teruggebracht naar twee balkjes. Juist, keurig. Kijk, twee. Vier ging niet. Naar één, ook leuk. En nu nog even lekker buiten. Binnen is haar les. Lekker galopperen, is het wel een verkeerde galop, maar goed. Geef niet. Lekker oefenen. En nog even uitstappen zonder zadel. Ook dat weer even wennen. In de korte moeten we maar eens gewoon voetballen, denk ik. Wacht even. En ons Kimmetje is er ook. Dus nu even lekker samen stappen. Leuk dat je hebt gekeken naar onze weekvlog. Geef een duimpje ja? Omhoog. En abonneer op ons kanaal. Doei!